en welkom terug bij het Zegje van Alkmaar. Dit is alweer de 10e aflevering. Yay! De stelling van vandaag is, als je voor één dag kind mag zijn, wat zou je dan doen? Als je voor één dag kind mag zijn, wat zou je dan doen? Ik zou denk ik gewoon lekker thuis gaan zitten, de hele dag niks doen, tv kijken en cake en taart bakken en gewoon alleen maar leuke dingen doen. Nergens zorgen over maken. Ja, ik ook. Lekker buiten spelen, naar de Mac, koekjes pakken. Oh ja, Happy Meal halen bij de McDonald's. Ja, toen het nog kon. Toen het nog geen niet gek zorgen. Was. Zoiets. Ja. Ik zou in mijn K3-jurk rondlopen en ik zou de hele dag door K3-liedjes zingen. En welk K3-liedje vind je het leukst? Oh ja, Lele. Ja. Ja, echt heerlijk. Maar ze hebben nu ook een nieuwe. En dat heet K3 Loves You of zo, weet je wel. Of tenminste, niet de nieuwe, dat is nog van de oude K3. En dat was hun afscheidsliedje. Echt, als ik die hoor, vind ik ook leuk. Maar ook van de... Ik ben niet een of andere gekke K3-fan, hoor. Maar ook van de... Hoe noem je dat? Hun hebben een serie. En het beginliedje van hun serie vind ik ook superleuk. Dus die zou ik de hele dag doorzingen. Ik zou weer samen met de Barbies willen spelen met mijn zusje. Ik zou naar Sprookjes Wonderland gaan, zodat ik... me niet hoef te schamen dat ik daar zo rondloop in mijn eentje. Ja. Dit was weer het Zegje van Alkmaar. Ik heb echt hele leuke antwoorden gehoord. Als ik voor één dag kind zou zijn, dan zou ik denk ik met mijn 23 Barbies spelen en K3 liedjes zingen. Geef deze video een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En laat een reactie achter wat jij zou doen als je voor één dag kind zou zijn. Tot volgende week!